Koeps, ik heb maar één hele belangrijke vraag voor jou. Where am I? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in 1000 Year Door. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. Damn, dat heeft lang geduurd. Damn shizzles, weer terug naar chapter 3. In de vorige aflevering zijn we bij de Pit of 100 Trials geweest, eigenlijk de Pit of 50 Trials. En dan hebben we de sack gevonden, waardoor dat we nou 20 items kunnen hebben. En in deze aflevering hebben we dit al gedaan. We hebben de Crystal Star al hier geshowt en we moeten denk ik naar Frankly om te vertellen dat, of hebben we dat ook al gedaan? Ik weet het niet meer, want het is zo lang geleden! En dan zou je denken van, nou, misschien als je wel vaker opneemt en alles, maar zoals jullie weten, helaas, de vakantieperiode die is natuurlijk voorbij. En omdat de vakantieperiode voorbij is, gaat iedereen weer naar school en is mijn rooster minder druk dan normaal! Maar je zou denken juist dat mijn rooster juist drukker zou zijn nou dat de vakantie voorbij is. Nee, ik zelf heb geen vakantie namelijk genomen. Ik heb non-stop gewerkt. En ik heb evenementen gehad. En natuurlijk de meeste evenementen die komen tijdens de vakantieperiode. En daardoor heb ik weinig tijd gehad om op te nemen. Nu daarentegen. Typisch eigenlijk dat ik wel zeg dat ik nou iets minder werk heb. Maar dat ik vanavond toch weer moet gaan werken. Maar ik heb iets minder werk. Waardoor dat ik ook weer kan focussen op Paper Mario in de 1000 Year Door. En wat meer op die Minecraft. Want ik wil meer Minecraft afleveringen naar buiten gooien. Want die serie die vinden jullie zo awesome. En ik vind hem zelf eigenlijk ook super awesome. Maar goed. Hopelijk kan ik nog een beetje de stemmetjes doen. Even kijken, Koeps, dat was... Mario, what are you doing? Seriously, just go to Frankly already. Ik denk dat ik de stem nog wel een beetje goed heb. Frankly was een beetje... Dus het komt wel goed. Hallo, there should be a part of Twilight. Met jou hebben we ook al gesproken. Misschien is het handig om mijn vorige video's dan een keertje terug te kijken. Ik heb sommige video's teruggekeken om mijn eigen weer te herinneren van sommige stemmetjes, maar... Niet de laatste aflevering eigenlijk. Misschien niet handig geweest. Nou ja, ik weet in ieder geval waar we naartoe moeten. En dat is niet naar jou. We kunnen naar de badge. Hoeveel coins heb ik eigenlijk? Komen we nog überhaupt aan iets toe vandaag in deze aflevering? We hebben heel erg veel items. Hoeveel monies? 357. En hoe zitten we met badges geëquipt? Want ik denk dat we nog steeds hier op... Even kijken, multibounce is goed, quake hammer, zap tap, power plus en power plus P. Multibounce hebben we niet echt nodig. Ik ben helemaal van flabbergasted, ik weet het gewoon niet meer. Quake hammer hebben we niet meer nodig. We kunnen nou de jumpman eventueel gebruiken. Kom, kunnen we de jumpman gebruiken? Volgens mij, ik zeg dat we de jumpman kunnen gebruiken aangezien dat we niet meer in die dingen zitten. En zap tap... ja, hij is handig. Tegen fuzzies. Komen we fuzzies tegen in de volgende? Nee, volgens mij komen we geen fuzzies tegen. We hebben in ieder geval weer vier badges die we dus kunnen gebruiken. Wat zet ik dan aan? Happy Heart is handig. Happy Flower is handig. Hoe zit ik met HP en FP? Even kijken, we hebben 25 van 25. Oké. Okay. Dus daar hebben we het ook al niet voor nodig. Kan iemand mijn pity flower? When Mario takes damage occasionally, maar... Is dat happy flower niet beter? Slowly and automatically restores FP during battle. Die is dan toch beter? Ik bedoel, deze die geeft 1 FP. En happy flower die geeft 1 FP between turns. Is deze dan niet beter? Ik whip hem dan gewoon. Nou, ik heb er 2 over. Sorry jongens, ik heb zoveel decisions. Nou, dan zet ik die ook weer aan. Ik zet nog een super appeal aan. Ik weet het anders ook niet. Oké, okay, sorry Mario. Sorry dat het zo lang duurt. Je hebt een geweldige snor. Nee, hey, hey, ho. Ik heb je al vaak zat gevoiced. Oké, okay, stopwatch. Wario Emblem. Er komt 3 mensen tekort, maar dan kunnen we als Mario. Oh. Ik wil als Mario rondlopen. Ik wil een item verkopen. Ik wil die Mario badge. Ik wil hem. Gast! Ik ben hier om te verkopen. Ik heb maar 3 muntjes nodig. 3 muntjes. Mushrooms. Ik zou deze nooit gebruiken, maar die is maar 2 muntjes waard. Ik heb een fireflower voor die badge. Ik wil gewoon die badge. Ik kan er niks aan doen. Oké, okay, serieus.
Laten we gewoon die badge hebben. Die badge is grappig en jullie zullen het zo wel zien waarom. 360 muntjes. Alleen maar voor een cosmetisch iets. Jullie zullen het zien. Speciaal voor jullie. Koop ik deze, want hij is awesome. Want je verandert in Wario. Nou ja, eigenlijk heb je de kleding van Wario aan, maar je draagt een W-emblem. Dus ik vind het zeker grappig en dan ga ik ook zeker eventjes een paar afleveringen gewoon eventjes dragen. Want we zijn Wario, kijk broer! Kijk eens hoe awesome ik eruit zie! Ik ga spoken van of zo. In ieder geval, voordat wij naar de pipe toe gaan, wil ik heel eventjes met deze bombuddy praten. En die heeft ook zoiets van, waar zijn jullie gebleven? En nee, we willen geen different nummer, want we hebben geen coins meer. Wij willen gewoon een... Oh, wacht, dan moesten we gewoon dit doen. En het nummer vandaag is... 3180! Wat is ons nummer eigenlijk? No matches. Nou ja, dan krijg je een... Mushroom! Waarom ook niet? In ieder geval, we willen dus deze pipe doorgaan. En dan willen we onze Livion eigenlijk heel eventjes erbij roepen. Livion! Livion? Nee, dat is te verkeerd. Het is echt veel te lang geleden. Ik ben roestig. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er echt niks aan doen. In ieder geval, we willen dus Livion meenemen. En daar kunnen we de Flutter Ability bij gebruiken. En dan kunnen wij eindelijk hier naar binnen toe. Dit is de Warp Pipe waar ze het over hebben. Kijk maar, staat er hier ook heel erg mooi op. To Twilight Town! Is dat Hyrule dan of zo? Gaan we naar Twilight Realm? Nou ja, laten we er maar in gaan. Hoe kan een pipe mij rejecten? Wat is dit voor onzin? Ik ga zelf eventjes mijn beklag doen bij die professor Frankly. Dit kan gewoon niet. Yo, prof. We found your pipe and that thing is all stopped up. We tried and tried, but we can't break through it. Got any dry cleaner, drink cleaner, anything? What? You can't get through the pipe, you say? Sorry, dat is jouw stem niet. How odd. I'm afraid I haven't the foggiest idea what you should do. Oh, of course. I've heard that a fellow from Twilight Realm lives in Roughport. If anyone knows how to get through the pipe, it will be him. His name was, Dang. What was it? Zijn naam was Dang? Ah yes, the lover of dark blazers. Darkly! Umbreon? I've seen him loitering here in this part of town in the past. Look! Look for Darkly! Okay. Nou, eigenlijk is dit een gigantische filler, want het slaat helemaal nergens op waarom dat je dit zou moeten doen. Darkly zijn we al een keer eerder tegengekomen. En die hebben we al een keertje mee gepraat zelfs. Die zit namelijk hier in dit gebied, achter deze paal, zit hier ons Darkly. Hi there, the name is Darkly. Niet Darkly? Okay, sorry. Moet even reference maken naar de YouTuber. Do you guys need something? Huh? You want to know how to get through the pipe to Twilight Town? Couldn't be easier. You just need to have something that has your name written on it. Don't you have anything that has your name written on it? Come on, everybody does. Tegenwoordig hebben we legitimatiebewijzen. Ik bedoel, ga je mij nou vertellen dat Mario geen legitimatie bij zich heeft? Foei, shame Mario, shame! Okay, no, really? Okay, hang on. I'll write it for you. What's your name? Wario, huh? Okay, I'll write it here on the seat of your overalls. W-A-R-E-O, right? Nee, eigenlijk is het Mario! Okay, maakt niet uit. Hij schrijft op mijn kont. There, perfect Armando. While I'm at it, I'll write your partner's name, too. What's your name? Livion, baby! Hey, which way are you drawing, buddy? I don't know what the Orant is taking you to Twilight Town, but I hope it goes well. I'll be rooting for you. Nou, dankjewel, gast die we niet nog een keer zien. Zoals ik al zei, dit is pointless. Waarom zou je je naam ergens... Waarom heeft Mario geen idee bij zich? Ik bedoel, serieus. Iedereen heeft tegenwoordig wel iets waar zijn naam op staat. En wij hebben helaas hier in onze wereld veel te veel dingen waar onze naam op staat. Voornamelijk pasjes. En dan bedoel ik ook echt voornamelijk pasjes. Ik bedoel, serieus.
Je hebt altijd iets waar je naam op staat. En dat is normaal gesproken. Van mij apart is het je verzekeringspasje of zoiets. Weet je wel, wat je tegenwoordig hebt voor de zorg en alles. Tenminste, ik weet niet hoe dat nou eigenlijk trouwens zit voor als je minderjarig bent. Maar ik weet zeker als je minderjarig bent dat je ook wel een pasje of iets bij je moet hebben. Ik bedoel, stel je voor dat je verdwaalt. Dan is het toch wel fijn om even te laten zien van, kijk, dit ben ik. Ben ik veel. In ieder geval, we hebben in ieder geval iets op onze kont geschreven. Laten we maar gewoon de pijp in gaan. Chapter 4. Stevie's What a Bleep Chapter. For Pigs the Back Battles, yay. Nee, dit is mijn What a Bleep Chapter, jongens. Is dat de reden waarom het zo lang heeft geduurd? Nee. Misschien een beetje. Ik zou eigenlijk gisteren op hebben genomen, maar ik wist dat chapter 4 eraan zat te komen. En geloof me, dit is niks zoals Twilight van Twilight Princess van The Legend of Zelda. Totaal niks zelfs. Ze hebben piggies. Ah, this place gives me the creeps. Is this Twilight Town? Hé, hey, je stem is gefixt. Hey. It's been a long time since anyone came from outside. You've come from far away. Yeah, those clothes of yours. I'm pretty sure you guys must be adventurers, right? This is a bad time to arrive. Wait, but you're adventurers. Maybe it is the perfect time. Wait, what? A bad time? What do you mean by that? Come on, tell me! Oh, gee whiz. I don't know. It is a scary tale to hear, and scary to tell too. Oh no! The bell rang again! Oh, this is so awful. Who could it be now? Hey, Iovertje. Dat is beter, jij was nogal depressief. Wow, that's the craziest thing I've ever seen. What's going on in this weirdo town? Oh, badness. Now poor Freddy got turned into a pig. Not good. No. Die ook stemtjes vandaag. Dit past, deze stem past totaal niet bij jou, maar nou omdat het grappig is, hou ik hem vast. Where are you, Gramps? I'm the mayor of this poor town. Some call me Dwarf. I'm not exactly the sharpest fellow, but I do believe you're adventurous, right? This isn't the place for telling the tale, sadly. Come to my house. Well, wel warm welkom. My traveling friends, welcome to Twilight Town. Well, I'd like to welcome you. But welcoming people is generally a good thing, and it's nothing but bad here. As you may have guessed, our town has been cursed. Wow, cursed? Yes, cursed. That is the right word, right? Yes, of course, it is, you see. Beyond the town, there is a forest in its heart of the ancient building, the creepy steeple. The dark creatures who live there, its curse, ordain that when the steeple bell rings, one of the Twilighters living here in the village becomes a pig. Will my loved one become a swine? Will I too become a curly-tailed winker? I'm so worried I can't sleep at night. Of course, night and day are pretty similar here. If this keeps up well, the village will be one giant pig pen, which would be bad. Let me give you some advice. Leave us before you two get piggified. Not gonna happen, Gramps. We're looking for something really important. Maybe you heard of it. It's a star-shaped rock called a crystal star. Eh? I don't know anything about a crystal star, but a creepy steeple. They're a glittery red stone shaped like a star. Whoa, are you serious? That's gotta be the crystal star. It's gotta be. You people. You aren't thinking of going to the creepy steeple, are you? That's unthinkable, mate! You can't! And ik switch zoveel van accenten bij die gast! Oké, sorry. Als ik helemaal ergens melig over geworden, dan is dat wel in mijn stem een beetje te merken. Oké, wij gaan verder.
Dus, we hebben hier onze doorsnee in, maar we hebben geen geld om daar te kunnen slapen. Dus helaas, pech voor ons. Nou ja, we zitten bijna op vol HP, dus echt zoveel maakt het niet uit. Maar deze die heeft geen sign, dus laten we hier eens heel eventjes gaan kijken. Hallo. Heb jij iets boeiend te melden? Living in the dark place is so depressing, you know. I don't really care about running in a pig. Jij bent echt heel erg depressing, inderdaad. Wel leuk huis. Is dat knoflook? Heb jij knoflook aan de muur hangen? Waarom heb je knoflook aan de muur hangen? Serieus, waar heb je... Hallo, ik heb knoflook aan mijn muur hangen. In ieder geval, zoals altijd, willen we hier eerst eventjes weer gaan kijken voor Star Pieces. En waarschijnlijk kijken we 300 vergeten en komen jullie weer geweldig in de comments langs. Daar zit nog een Star Piece. En daar zit een Star Piece. En daar zit een Star Piece. En hoezo ben je die Star Piece vergeten? Dus enorm bedankt daarvoor, want echt serieus. Zoals ik al zei, we gaan niet voor alle Star Pieces. Maar degene die ik mis... En degene die jullie weten dat er een Star Piece zit, dank jullie wel voor het melden. Want er zijn er precies 100 in dit spel. En ik ga niet voor alle 100. Want anders zou er een pop-up zitten van... Hé, kijk, we hebben er weer een gevonden. Zit hier nou zo'n... Ergens? Wilt dus een groot open veld? Nee? Oké. Okay. Dan gaan we gewoon naar het volgende vakje. Waarom ook niet? De volgende... ja, waarom ook niet? Dat is zo mooi. Little Piggy No-No! Oké. Okay. Leuk. Hallo. I haven't been able to buy food for my children since my husband turned into a pig. Now they're all so hungry. What should I do? Mommy, I'm hungry. Food, please. Kind traveler. If you have some spare food, could you share it? Tuurlijk. Ik heb shroom fry. Oh, thank you so much. You make my children very happy and me as well. It's not much, but please take this as a tent. En we krijgen een shooting star dat een geweldig item is. Oh, and kind Trevor, where do you hail? Kinderen, er is bacon vanavond. Oké, sorry, het is wel heel duister. Ik bedoel, het is twilight. Wat maakt mij het uit dat het duister is? Het is hier duister. Jullie zijn allemaal zo depressief als maar zijn kan. In this village, the moon is really all we can rely on. It can even grant wishes. Don't let me turn into a pig. Don't let me turn into a pig. I'll even give up bacon. Of je wordt bacon. Dat is echt zo duister. Goed, nou, Het is wel een hele grote... Uh-oh. Er zit iemand te huilen in de store. Hoor jij dat niet of zo? Je staat er even met je rug naartoe van... Ik negeer het. I've been thinking lately. I'm turning into a pig. I want to be a big old fat one. Because what's the point of being a skinny pig, right? Gotta embrace the pigginess. The pigginess. Oké. Okay. Wat is het met al die soorten knoflook die eraan de dingen hangen? En je hebt nog niet eens hier iets. Hi. Oh, a customer... I'm sorry, we're not open right now. Wat is er aan de hand? Why am I crying? My husband has turned into a pig! A pig! Normaal gesproken word ik eigenlijk best wel boos als je je man een pig zou noemen, maar... Aangezien deze omstandigheden... My husband went to the woods yesterday to collect herbs. But no husband came back. Instead, a pig returned. This pig. We got in a fight before he left and I called him a... Ik weet niet hoe dat je dat uit moet spreken, pig. A Calvinist... Ik ga het goed proberen. A Calvinist pig. And now it really is a pig. But it has a sweet side too. Look, I'm cooking my favorite food, you know. And finished what's wrote in the man. And he went to so many wonderful things. And there's this cola. And I couldn't really matter. And the man around. And I know. And you know. And we know. But they know. You know. Yeah. So, are you even listening? Uh-huh. It's my cola. So hey, could you figure out some way to restore my husband to normal? I'll do whatever I can to help. You can even take anything around the storeroom that might help you, okay? Okay. What's that? It's locked. Er hangt een gigantisch slot voor. Ja, wat denk je? My husband must take the key with him and lost it in the woods. Oh. Jeetje. Oh, wat? Is hij op slot? Er hangt niet een gigantisch slot voor of zoiets. Ah, wat is hier binnen te doen? Hi. Niemand thuis. Kijk waar de portemonnee ligt. Waarom ook niet? Oh, ben ik vriendelijk. Hoi. A nasty monster lives in the woods past here. I'm serious. That's what somebody said. You still want to go through, even after hearing that.
You need the major's permission. Hij heeft ons gestuurd. Oh man, the old monster behind the town gate thing. Isn't that kind of clichéd? You gotta be kidding me. Fine, let's go ask. Maar we hebben al toestemming. We hebben... Wow, the bell rang, Mario. Does that mean someone's gonna... Boy, I'm psyched it wasn't my turn to get pigged. Ik weet niet, zijn er niet alleen maar Twilighters die pigged kunnen worden of zo? Ah, jij bent dit keer niet gepiggified. Daar balen we van. Nou ja, we moeten in ieder geval eventjes naar onze... Mayor met heel veel accent, hoor! Oké, echt. Ik moet zeggen, ik heb echt wel weer lol bij opnemen. Dat is veel te lang geleden. Wow, this ain't good. Don't you think this pig is the mayor? What are we going to do now? We needed that deal's okay to pass through the gate. Ja, oink, mate. And oink. And oink, oink. 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 I'm a little piggy. Oh, god. Ik vind die bel eng. Ik heb nu ruzie met die bel. Ja, ja. Je bent ook een piggy. Wow, the gate guy is gone. Oops, nope, not gone. The stubborn dude is a pig. Oh, hey, that's actually pretty sweet for us. No pig's gonna get in our way. Do you wanna be bacon? Liefjong, laten we aardig blijven. Bacon met zout. Waarom ook niet? In ieder geval, als we hier naartoe gaan en hier in deze schuur kijken, dan komen we hier een black key tegen. Dus dan weten jullie al hoe laat dat het is. Volgens mij komen hier nou ook de nieuwe vijanden eerst tegen. Tenminste, dat hoop ik wel. Het enige nadeel is, volgens mij hebben we ook de pointy vijanden hier. Maar eerst deze gasten. Poink. Volgens mij hebben we deze al gezien in de Pit of 100 Trials. Ze geven geen experience meer, dus laten we maar gewoon heel even rustig tunnelen. Goombella. Deze zijn de Hyper Goomba's. Goomba's zijn nogal hyper. Ze hebben 8 HP, aanval is 2 en defense is 0. Maar ze kunnen ook nog eens een keertje chargen en dan kunnen hun power tot 8 opgaan. En dat doet best wel pijn. Dus en als je ze niet kan verslaan, ren dan gewoon weg. Goed, dan zie je dus 6 en 6. En dit kan een groot probleem worden. Kan ik iets doen? Want ik weet dat mijn power... Nou, ik ga gewoon... Ik kan een power pound doen. We gaan het gewoon proberen. Eentje halen we neer. En dan hoop ik... Volgens mij kon je met... Ik ga het gewoon proberen. Maar ik... Oké, misschien een superguard. Oh, ik hou van de superguard. Toink, toink. Maar ze zijn er niet eens meer waard om te killen in verband met we hebben de Pit of 100 Trial al gedaan en daardoor krijgen we er bijna geen startpoints voor. Wat nogal vervelend is. Serieus, waarom zijn wij hier? Nou ja, in ieder geval een blokje hier, altijd leuk. Vergeet natuurlijk niet al de bomen nog eventjes te raken. En ik weet dat we ondertussen al bijna 24 minuten in deze aflevering zitten. Maar dat wil niet zeggen dat dat mij tegen gaat houden. En hallo, mag ik jou heel eventjes op jou kop slaan? Kom hier, kom hier. Kom hier, dank je. Oké, het zijn de 3 en ik zie er al eentje met een poeder. En dat poeder, daar worden we niet blij mee. Dit is actueel precies hetzelfde als de gewone Goomba's. Maar dan dat deze airborne zijn. Ze hebben evenveel, dus zal ik hier laten demonstreren. Tattle. Hun HP is 8, hun aanval is 2 en ze kunnen chargen. En nou mis ik mijn superguard, omdat nou is het niet echt heel erg boeiend. Maar ja, we kunnen deze gewoon heel rustig neermappen. Yay! En nou is het een gewone Goomba. En een gewone Goomba ken ik wel makkelijk superkaart. Ik weet niet waarom. De ene ken ik makkelijk, de andere ken ik niet makkelijk. Ik weet ook niet hoe dat het zit. Overkill met Stylish.
En dan weet ik dat ik Goombella niet echt vaak gebruik. Alleen maar tot nu toe voor... Hé, we hebben de Rune Power. Geen idee wat het doet. Kijk maar daar wel naar. Want we hebben hier nog eens een keer een muntje. Vind je die muntjes zijn belangrijk? Oh boy. Ja. Ik heb de Jumpman badge, dus dat kan een probleem worden. Nou ja, ik ken de tremmen gebruiken. Hij is dizzy. Wat ik heel eventjes wil gaan doen. Ik wil heel eventjes een Tattle doen, want deze die hebben dus iets meer power, wat het nog gevaarlijker gaat maken. Want dit is een Hyper Spike Goomba. Zoals jullie weten hebben die een spike op hun hoofd, dus kun je niet op jumpen. Maar daardoor is hun aanval eentje meer, zelfs 3. En daardoor kunnen ze zelfs 9 damage doen als ze een charge aanval gedaan hebben. Dus ik denk dat we hier... Nou ja, we kunnen ook eigenlijk voor klak uitgaan. Nee, we gaan voor Earthrammer! Ja, trouwens, deze aanval hebben jullie al 26.000 keer gezien, dus. Het blijft leuk om te doen. En daar gaan ze hoor. Charge 1 en charge 2. Oh boy. Nou, we hebben ze in ieder geval alle 3 gehad. Dus wat we nou heel simpel kunnen gaan doen... We kunnen heel eventjes onze Koops erbij gaan halen. En Koops die kan onze Power Shell gebruiken. Zoef. Ondanks dat we daarom niet kunnen gebruiken, hebben we ze toch heel erg makkelijk neer kunnen halen. Krijgen we wat Star Points over terug en zijn we weer een heel blij konijntje. Yay! Nou, de reden waarom dat ik deze niet zo leuk vind... Vertel ik eigenlijk een beetje in de volgende, want het, ja, er zit er wel een beetje een verhaaltje bij, maar... Ik bedoel, ja... Er zit al een hele kleine gedeelte van wat we dus tegen gaan komen. Hé, hey, kijk, een piggy! Roink! En een storage key. Of de shop key, nog beter. Goed, in ieder geval, dit staat in de weg, dus we kunnen niet terug. Dus laten we maar gaan kijken wat er in die storage zit. Nou is het grappige. Daar zien wij een varken staan. Die de storage key bij zich had. Wie zegt dat die varken... dat in de shop zit... de man is van... dat die shop-eigenares... Jullie snappen wel waar ik naartoe ga. In ieder geval, we hebben de sleutel... en ik vind dat eigenlijk best wel een mooi plekje... om dat nog heel eventjes te doen in deze aflevering. Dus waarom ook niet? Wij hebben de storage key gevonden... maar er stond ook een pick bij, dus maak je nou niet zorgen. You brought the key. Well, go on and open the door. Feel free to take whatever you want in there. It's a good trade for getting my husband back. Ik hoop dat jouw husband daar is, dame. Oké, nou, we zien dus hier inderdaad een paar gratis items liggen. Zoals een Jam & Jelly, die 50 FP herstelt. Dus iets wat je zeker wil bewaren voor later. Een Boost Sheet, die ervoor zorgt dat je dus niet aan kan gevallen worden door fysieke aanvallen. Dus, tenminste, is dit zelfs misschien alle aanvallen. Een Life Shroom, wat al helemaal geweldig is. En hier zit ook nog eens een keer iets extra's bij. Namelijk de Defend Plus. Mario's defense gaat dan omhoog bij 1. Nou, ben ik zelf niet echt zo'n fan van de defense badges in verband met defense. Ja, je hebt de superguard. Maar goed, we hebben weer zo'n kistje die zwart is. Hold up. Hey, who's there? I just heard a voice. There's no way that people can be here. Seriously, that's just so unlikely. Huh? What did you say? You've seen a chest like this before? Get out of here. No, no, no. Not like those chests. I promise. Look in my eyes. Tell me I'm lying. Je hebt geen ogen. I'm not. Seriously. Just get me out of here. You'll see. Don't make me beg. Please. What? Come on. You know how ridiculous that sounds like. Now, I'm laughing in here. You honestly think I'm gonna curse you when I get out? Curse you? Well, I did plan on doing something to you, but it's not so much as a curse as a... Well, a really wonderful new ability that allows you to go to this, to go to special places. Doesn't that sound nice? Ah, oh, come on, please. Just find the key and open the chest, okay? I know it's here somewhere. I just can't go look for it myself, because, well, I'm in here. So pretty, 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 please. We hebben de sleutel al gevonden. Oh, thank goodness. You're going to let me out! Oh, happy day! Fools!
What were you expecting? Did you think a lovely lady would pop out or something? Now I'm going to hit you with the king of curses, the cursiest curse ever. Fear my terrible power. You will know the pain of having your body roll up. Be cursed. Now you're cursed, loser. Savor your suffering. When this curse strikes you, you won't even be able to walk. That's how awful it is. Your suffering amuses me, and so I laugh. Now show me your curse twice so I can laugh at you and more. Just press and hold R, then rotate repeatedly. There we go. Your pathetic misery thrills me to the core. You must roll around like a silly cardboard to you. Oh, how you'll be laughed at. Now do you understand the depth of your own agony? Yeah, I snap it. Press me to turn to normal. Don't guess much rain. I leave you to suffer. Fools! This joke's getting old. En dus met die curse! Nou ja, nieuwe ability, want hij heeft eerlijk wel gezegd, tot het een nieuwe ability is, waardoor dat we bij nieuwe plekken kunnen komen, kunnen we dus verder! Maar dat bewaar ik voor de volgende aflevering! Want die curse stem die deed pijn op mijn stem! En daardoor heb ik die stem verkeerd gedaan! En nu hebben we een nieuwe e-mail! En ik denk jullie voor het kijken, laat een like natuurlijk achter deze video als je er de tijd voor hebt! En ik hoop jullie allemaal weer te zien! Oh ja, natuurlijk een reactie wat je leukste momentje was, als je een leukste momentje hebt, want ik ben wel heel erg veel in deze aflevering, ik weet niet waarom, maar het was gewoon leuk! Tenminste, ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gevonden! Tot de volgende keer jongens! Bedankt voor het kijken! En ja, zoals ik al zei, tot de volgende keer! Ik moet echt werken aan mijn outro! Doei! Maar serieus, Koop, waar zijn we?